Buitenlandse investeerders tonen interesse in Suriname. Minister Armand Achaibesching van Financiën en Planning zegt dat alle aanbiedingen stuk voor stuk worden bekeken. Is een unit op BIBIS Foreign Direct Investment Suriname die alle aanbiedingen doorloopt en contact treedt met de investeerders. Want je moet het goed bekijken, je wil ook niet iedereen binnenbrengen, je wil goed geld binnenbrengen. Dus er zijn behoorlijk wat investeerders die belangstelling hebben voor Suriname. Het ministerie wil een beleid voeren waarbij subsidie zoveel als mogelijk wordt afgeschaft. Achaibesching doet een beroep op de samenleving dit niet verkeerd op te vatten. Mensen en instanties moeten op eigen benen kunnen staan en we gaan ze daarin begeleiden. En dan is subsidie niet nodig. Subsidie moet je niet nodig hebben. Je moet op eigen benen kunnen staan als het gaat om een bedrijf, als het gaat om mensen. En dat traject zetten we in om de mensen zover te krijgen. Dus dat is wat ik kan zeggen over subsidiebeleid. Maar zolang het nodig is, noodzakelijk is, gaan we dat nog inzetten. Minister Armand Achaibesching van Financiën en Planning gisteren voor aanvang van de raadsvergadering van het jaar 2021.